tijd geleden heb ik allemaal filmpjes gemaakt met samenwerking met GGNet over mijn autisme. Maar ik kreeg nog heel veel vragen erover, gewoon privé, van hoe neem je waar? En ja, ik zeg wel vaak van ja, je moet dan gewoon 2 keukenrollen papieren op je ogen zetten en dan lopen. Maar ja, heel vaak krijg je te horen, hoe zie je dat, doen mensen dat weer niet? We nemen mensen toch niet waar. Dus wat heb ik bedacht? Dan heb ik een lens, een stuk papier om mijn lens heen gezet. En ja, daar loop ik dus nu mee. Dus kun je zien hoe ik ongeveer dingetjes waarneem. Ja, geen autist neemt hetzelfde waar. Dus iemand anders kan het nog kleiner waarnemen of nog groter. Of geen overzicht. Laat staan als je dan in een kantoorruimte zit of ergens anders in het verkeer. Ik ga nu even lopen, haal ik de koker eraf en dan loop ik terug. Kun je het een beetje zien wat de vergelijking is.